Ik ben helemaal in mijn eigen wereldje. Ik word er helemaal, zeg maar, zen van. Ik verlies daar ook gewoon soms een beetje de tijd. Ik weet niet precies wanneer mijn eerste big day was. Ik ben begonnen bij een vriendin van mijn moeder. Mijn tweede big day was ongeveer 8 jaar geleden. Ik zocht iets waarmee ik mee bezig kon zijn en mijn gedachten kon verzetten. Omdat ik door een best wel moeilijke tijd ging. Niet over allerlei dingen na te denken op dat moment. En hierdoor voelde ik me echt weer een heel stuk beter. Ik heb een naaimachine gekocht en een lapje stof en ben ik aan de slag gegaan. Het eerste wat ik maakte voor mijn dochtertje was een rokje. Dat vond ik een geweldig moment, dat rokje zeg maar ook aan had en hoe het eruit zag. Dat stimuleerde eigenlijk alleen maar meer om ermee aan de slag te gaan. Voor mij is een big day op het moment dat ik een perfect stofje vind. Ik zie stof en ik denk, dat ga ik ermee doen. Soms duurt dat een tijdje, dan ben ik daar echt mee in mijn hoofd aan het puzzelen. En aan het denken van, ja, hoe ga ik dit doen? De oplossing komt heel vaak ook 's nachts. Dan word ik wakker en dan denk ik opeens, dat is het. Mijn dochter zit sinds een tijdje op paardrijden en die heeft mij gevraagd om een tas te maken voor al haar spullen. Ik ben begonnen met tekenen. Er moet een groot vak in zitten waar de cap in kan. En toen heeft zij stof uitgekozen. Dit wil ik graag hebben. Een soort vegan leather, wat een beetje tegen een stootje kan. De B540 heeft een hele goede doorsteekkracht. Je kunt meerdere lagen stof met gemak doorstikken. En dan is het echt een groot moment dat ik de juiste manier heb gevonden om te zorgen dat het dan toch lukt. Ze was super blij mee. Ik weet heel zeker dat mijn volgende big day geen 10 jaar gaat duren. It's a big, big day, yeah.